maandagmiddag op de Wiegenseweg ter hoogte van Club Monte Carlo een reclamebord in de middenberm geraakt. De auto schoot erna door en kwam tegen een boom op dezelfde middenberm tot stilstand. In de kijkersfile in de andere richting botsten 3 auto's op elkaar, daarbij vielen geen gewonden. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Een traumahelikopter landde achter Monte Carlo. De vrouw van middelbare leeftijd is vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Verder raakte niemand gewond. Zowel stadinwaarts als stadinuitwaarts werden de rijstroken korte tijd afgesloten.